ik zit weer in de auto. En dat houdt in dat ik dus mag gaan instappen bij twee ondernemers. En dit keer ga ik instappen bij de publiekswinnaar en bij de winnaar van de MKB Innovatie Top 100 prijs van 2018. Dus als jij nou heel benieuwd bent hoe het hen is vergaan de afgelopen weken, blijf dan vooral even kijken. Ik zit vandaag in de auto bij de winnaars van de MKB Innovatie Top 100. En de publiekswinnaar, dat is Ronnie met We Marin. En de winnaar zit Celine hier in de auto van Groasis. Ik mocht kiezen wat ik zei, hè? Hoe is dit voor jullie geweest, het hele traject van begin tot eind? Nou ja, voor ons was het echt geweldig natuurlijk. Het is best wel grappig eigenlijk, want ik had eigenlijk Pieter, dus de uitvinder van de technologie, overgehaald om mee te doen aan deze prijs. Oh, echt? En hij zei in het begin van we gaan vast niet winnen en had er eigenlijk niet eens zin om mee te gaan. Nou ja, uiteindelijk toch meegegaan en toch de prijs in de wacht gesleept. Dus dat was tegen onze verwachtingen in eigenlijk. Ja. Dus we zijn er echt heel blij mee en daarna een hele gekte en drukte en het was echt... we mogen niet klagen. En voor jullie, Ronnie? Ja, voor ons was het, ik denk, een beetje gelijksoortig. Ik bedoel, wij hadden ook echt heel vroeg in die middag al het gevoel van, het was hartstikke leuk, want we stonden op plaats 97. En we dachten van, 100 innovatieve bedrijven, helemaal super. Maar toen dan de uitslag kwam van de publieksprijs en we die alsnog in de wacht sleepten, dat was wel echt een echt wauw gevoel. Ja. En dat wauwgevoel, dat houdt eigenlijk nog steeds aan. Het is nog steeds elke dag weer dat er leuke dingen voorbij komen die toch net dat tikje makkelijker lopen dan voorheen. Hoe reageerden de mensen om jullie heen toen jullie de prijs kregen? Ja, heel veel. Ja, toch, mensen zijn natuurlijk wel blij. En toch net weer even dat extra stapje wat ons hopelijk helpt naar ons product verder uit te breiden voor over heel de wereld. Mm-hmm. Want we zijn dan 2 jaar geleden wel een nationaal icoon geworden, maar dit is toch weer net even wat meer erkenning. Dus het is weer net even dat... Het gevoel dat heel Nederland je nu steunt. En dat zal ons toch wel denk ik wat verder helpen dan de prijzen die we voorheen hebben gehad. En we beginnen nu helemaal over de prijzen zo. Maar de mensen die misschien nog niet hebben gezien wat jullie precies doen. Wat is het wat jullie doen met Groasis? We hebben eigenlijk bakken ontwikkeld waarmee je dus bomen kan planten in droge geërodeerde gebieden. En samen met die boom kan je dus bijvoorbeeld een productief boom kan je dus ook nog groenten planten of struiken of bloemen. Ja, het is maar net wat je wilt. Dus eigenlijk kan je veel meer planten, maar je hebt minder kapitaal nodig. Sowieso natuurlijk 90% minder water. En jullie met We Marron, jullie hebben meerdere dingen, maar je hebt je volgens mij ingeschreven met Bob, hè? Ja, met onze Bob. Ja. Wij proberen iets bij te dragen aan een maatschappelijk probleem waar we hier in Nederland redelijk mee kampen. En dat is dat we steeds meer eenzame ouderen, maar ook jongeren hebben. En dat zijn met name mensen die een beetje geïsoleerd raken, omdat ze geen al te grote kring met vrienden hebben. En Bob de Bot is een chatbot die gaat aan je vragen wat je leuk vindt en op basis daarvan ook uitnodigen voor zaken die in jouw buurt spelen. Hoe blijven jullie innoveren? Eigenlijk loop je steeds in het echt tegen problemen aan. Het is niet net zoals bijvoorbeeld met een digitaal product dat je snel al ziet waar de fouten in zitten. Maar wij moeten echt de boom planten, vaak 1 jaar wachten of 2 jaar wachten. Ja, precies. En pas dan kunnen we aanpassingen gaan doen. Dus daarom duurt onze testfase eigenlijk ook zo ontzettend lang. Want het duurt heel lang voordat je pas de resultaten ziet. Wat hebben jullie overgehouden na het winnen van de prijs? Qua connecties of qua opdrachten? Heel veel contact natuurlijk bij de Kamer van Koophandel zelf. Er waren ook best wel veel dingen waarvan ik dacht van, ik wist niet eens dat dat bestond. En dan krijg je toch weer net wat meer tips ook mee. En inderdaad van, maar we doen dit nog. En ook als je gewoon vragen hebt als bedrijf zijnde of als er nog dingen zijn, bijvoorbeeld als je naar het buitenland gaat, waar we eigenlijk mee geholpen kunnen worden. Dat zijn vooral dingen eigenlijk die je normaal misschien als onderneming zelf probeert op te lossen. Mm-hmm. Terwijl de Kamer van Koophandel je daar ook weer in kan ondersteunen. Ja, en hoe geldt het voor jullie? Ik kan tegenwoordig gewoon iedereen bellen en een vraag stellen en iedereen wil met me meedenken. En dat maakt het zo ontzettend veel prettiger om een aantal zaken te doen. Omdat je gewoon veel effectiever met je tijd om kunt gaan. Het feit van dat je dat stickertje meeneemt, zorgt ervoor van er is al een soort van basisvertrouwen is er al. Wat heeft de prijs verder nog meer gedaan met jullie bedrijven? Toch wat meer geloofwaardigheid hebben we als bedrijf zijnde gekregen. Ja. Dus dat is echt de voornaamste reden waarom we ook mee wilden doen inderdaad. Want nou ben je toch het meest innovatieve bedrijf van Nederland. Mm-hmm. Dan kunnen we dat natuurlijk mooi op de website zetten. En het geeft ook in het buitenland wat meer geloofwaardigheid. Ja.
Ja. En jullie, Ronnie? Ik hoop en denk, ik heb dat vermoeden ook wel een beetje, ik weet het nog steeds niet met zekerheid, maar dat er wel degelijk ook meer gemeenten zijn die zullen zeggen van nou, dit vinden wij echt wel de moeite waard om nou ook mee in te stappen. En heb je nog dingen waar jij tegenaan loopt nu? Wat wij als grootste probleem nog hebben is van hoe krijgen we nou zo snel mogelijk alle mensen bij elkaar die ergens iets ervan moeten denken om het dan samen op te pakken. En voor jullie, Celine? Het probleem waar we eigenlijk nou tegenaan lopen is dat we, ja, we willen zoveel mogelijk uitbreiden, maar we hebben de financiële middelen zelf niet. Dus dat is wel iets waar waarschijnlijk veel bedrijven ook mee zitten in de scale-up fase. Mm-hmm. Toch inderdaad meer investeringen aantrekken. Ja, en wat is nou echt jullie droom, de ultieme droom? Nou, we hebben eigenlijk echt een visie om 2 miljard hectare gedegradeerde grond te beplanten op de wereld. En heb je daar nog een tijdsbestek voor? Het liefst natuurlijk zo snel mogelijk. maar ik denk dat het voor 2060. Oké. Okay. Ja, 2060. Ja. Heel goed. En voor jullie, Ronnie? En dat doel is van dat we op het einde van 2020 gewoon meer dan 1 miljoen mensen uit hun isolement willen trekken. Wauw. Welke tips hebben jullie voor andere ondernemers om te blijven innoveren? Ja, zolang je gewoon echt zo erg blijft geloven in je eigen producten. En het maakt ook niet uit om fouten te maken, want van die fouten leer je vaak nog meer dan wanneer alles in één keer helemaal goed gaat. Ja, eens. Ja. Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat dat heel sterk onderschat wordt, hoor. Hoe belangrijk het is van dat je ook enthousiast bent over hetgene wat je zelf doet. Want dat werkt aanstekelijk. Ja, dat werkt echt aanstekelijk. En ik wil jullie onwijs bedanken voor deze rit vandaag. Nou, zag je die shinen met z'n tweeën? Dat is echt... je ziet wel, dat kan er dus allemaal gebeuren met je op het moment dat je de MKB Innovatie Top 100 prijs wint. En dat kan jij ook zijn volgend jaar. En je kan je al opgeven. Dus als je gaat naar mkbinnovatietop100.nl, dan klik even op de button inschrijven. En wie weet ben jij volgend jaar degene die zo shined. Dus op naar 2019!